Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Finn en welkom terug bij weer een nieuwe horror video. Vandaag spelen wij The Fear Time mensen. En dit is een horror fangame gebaseerd op Adventure Time, de welbekende serie met dus Finn de Jonge en Jake de Hond. En iemand heeft er dus een horror game van gemaakt. Voor de mensen die weten wat Adventure Time is, ja, Google het. Het is best wel een grappige serie. Ik had het kijken op HBO en ja, het is gewoon best wel onderdeel geweest van ja, de jeugd. Dus we gaan gewoon play drukken. En ik ben zeer benieuwd wat dit dan gaat zijn. To leave you, my oh shit. Sad. Yes, I want to take him, but you have to leave now. Because me and my dog are hungry. What the fuck? Ik hoop dat ik doe Ditto. What the heck? Oké, we worden gewoon gelijk random ingegooid. Maar ik ben echt zeer benieuwd hoe dit gaat zijn. Een fucking Adventure Time horror game. Echt, tegenwoordig maken ze echt wel alles horror. Ik zweer het. Elk onderdeel van je jeugd is gewoon veranderd in horror. Maar what the fuck ben jij dan? Ben jij Dido? Hallo? Wie de fuck is Dido? Ik heb dus nooit de Engelse versie gekeken, mensen. Dus ja, ik heb echt alleen maar Nederlands gekeken. Toen op Cartoon Network, dat altijd op. Ik weet niet eens meer welke zender het was, maar... Hallo? Jij bent Jake, jij bent Finn. Oké, Finn ziet er heel erg gezond uit. Wat hebben we hier? Have you seen this before? What the fuck? Het is gewoon een knight. Klik. Klik, klik. Oké. Juist, gezellig. Oh shit, we kunnen deuren openen. Oh, en what the fuck is dit voor grote badkamer? Waar is de fuck zijn we? Tering man, of alles is echt tering groot, of ik ben gewoon tering klein. Even serieus. Maar we hebben niks in de badkamer, helemaal top. Die gasten staan er nog steeds. Oké, die deur is al gelokt. Oké. Dit is een deur, dit is een deur. Ik weet nog steeds niet wie de fuck Dido is, dus... Is het... Wat hebben we hier allemaal? Bread, knights, een suitcase. Oh, wat heck. Oké, ik zat net gewoon op een bed. Of ja, ik stond. Oké, zo ging ik erop. Haha, kijk. Haha. Oh, ik vloog. Damn, ouwe. Maar wat de fuck is dit voor plek, ouwe? Maar moet ik gewoon niet op die Dido klikken of zo? Hallo, Dido. Dido. What the fuck, ouwe. Hebben jij even ook nog een deur? Oh, what the heck? En de vriezer, die niet open kan. Of vriezer, wat zeg ik? Dat is een koelkast. Hele mooie telefoon. Maar dat is talk to Dido. Wie de fuck is Dido? Hallo, kan ik met jou praten? Wat heb je trouwens in je hand? What the fuck? Hallo, kan ik met iemand praten? En waarom wil deze deur gewoon niet openen? Klik. Kom je weer? Hallo? Hallo? Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Klik, klik. Oké, heeft geen zin in. Oké, dan niet. Wat hebben we hier? What the fuck? Oké, nou, mensen zitten nu al vast in dit spel. Moeten we misschien een key zoeken of zo voor die ene deur? Ons enige objective is ook gewoon talk to Dido. Maar waar de fuck is Dido? Ik dacht dat dit Dido is, maar dit is Dido niet. Of ben jij wel Dido? Ik spam echt E, ik klik. Maar niks werkt. Of moet ik een andere knop gebruiken? Ik weet het niet. Oh shit, hebben we hier ook gewoon een diary? No note any, oké. Nou, daar staat ook niks qua controls, dus... Er staat dus ook niks. Oh. Ja, nou, dit is echt een geweldig begin. Hebben we hier trouwens ook weer zo'n boomstronk, what the fuck? Oké, kunnen daar ook niks mee? What the fuck moeten we doen? Hier staat trouwens ook een koelkast. Iets in de badkamer of zo. Turbo wash. Het is zo vaag. Het is echt heel vaag. What the fuck moet ik doen? Ik kan wel crouchen trouwens. Maar moet ik misschien niet gewoon een key zoeken? Zodat ik deze deur kan openen. Want deze deur wil gewoon niet open. Oké, laten we eens in de wc gaan kijken. Ligt daar misschien wat? Nee, er ligt niks in de wc.
Dat is een hele mooie voice crack. Die hebben jullie zelfs niet gehoord. What the fuck? Is dat ding daarachter dan ook? Emergency, emergency! Klik, 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 klik. Nou, ik kom niet meer. Hier misschien deze pot. Hier bij dit vuurtje. Ik begin nu echt alles gewoon te doorzoeken. In de hoop dat ik misschien nog wel een sleutel vind om gewoon die deur te openen. Kunnen we dit openen? Nee. Kunnen we echt niet met jou praten? Want ik heb zo'n vermoeden dat jij gewoon Dido bent. Want ik kan me niet herinneren dat er een character in de show Dido heette. Dit is ook wel echt heel lang geleden dat ik de show voor het laatst heb gezien, dus... Hier hebben we ook niks. Het is heel vaag dit. Het is echt heel vaag. Kunnen we wat met deze schilderij of zo? Kunnen we het niet weghalen? Hey broski, vertel eens even wat. Help me alsjeblieft. Ik weet gewoon niet wat ik hier moet doen. Task, 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 task. Ja, dit gaat goed mensen. Dit gaat echt goed. Hoe de fuck gaan we dit ooit doen? Light switch, waar we niks mee kunnen. Misschien toch maar weer even op het bed glitchen. Oké, dat... Zit hier misschien iets tussen die bladen of zo? Ik vind het echt heel raar dit. Hey buddy. Nee, maar ik kan gewoon niet met ze praten. Waarom kan ik niet met ze praten? What the fuck? Ze staan hier maar gewoon random. Ik loop hier echt al... Weet ik voor hoe lang hier alweer rond? Oh man. A few moments later. Your room is the snow room and the bathroom is the wooden door. Blijkbaar moet jij op Q drukken om met ze te kunnen praten. Waarom the fuck zijn je op Q als trap? Waarom staat het er ook gewoon niet? Waarom staat het er gewoon niet op van Q to interact? Maar ja, mijn kamer is, ja, nou, dat had ik op zich wel door. Hier is dus de badkamer, nou leuk. Gaat er nu dan wel wat gebeuren dan? Ik heb letterlijk gewoon weer een video gekeken en ja, van een andere gast die zei dat het Q was. Die moest letterlijk ook gewoon de controls opzoeken, dus ja, niet echt heel duidelijk. Maar dit is dus mijn room. Check out your room. En, oeh, telefoon. Hallo? Ik hoop de toilet. Maar de telefoon gaat over, ik wil de telefoon opnemen. Dan niet. Oh, you motherfucker! I forgot to tell you not to use toilet paper. Waarom nou? Ik moet zo heel meteen over schijten, man. Waarom mag ik nou in toiletpapier gebruiken, man? Godverdomme. Oh, oké. Doei. Oké, nou, oké. Oh, hallo? Wie ben jij? Hey! Oh! What the fuck, man? Oké. Ugh. Oh, what the fuck? I saw you in the coral. Don't be afraid. She's nice. She welcomes you. Her name is Nafisa. I wanted you to save me from Dido because it's not the real Dido. It's a monster called a light. I'm coming. Okay. Sleep now. Nice. We hebben onze reet niet kunnen afwegen, maar we mogen geen wc-papier gebruiken. Oké, dus wij gaan gewoon hier slapen, deur dicht, lekker slapen, haha. What the fuck doe jij daarboven? Oh shit. Oh god. Oh. Oh crap. Oh fuck. What the fuck? Who's toilet paper? It's not me, it's Doc. Doc. Oh shit. What the fuck? Wat is dit voor game, ouwe? Oh. Hallo? Time above from where you are. Ja, ik heb echt totaal geen idee wat je net als je zei, maar het zal wel. Oh fuck.
come to eat. Wat? Ik heb nog echt geen idee wat je zus zei, maar het zal wel. What the fuck? What the fuck doet hij daar ook boven? Hallo, leef je nog? Hij ziet er niet een glepen meer uit, als ik het zo zie, maar what the fuck, kamer? What the heck is going on here? Oh, jemig. Waarom de fuck moet je ook mijn deur... Oh, hallo? Oh my god. Haha, hij werkt nog. Ja, zo goed als nieuw. Wil ik nu hier zitten of zo? Oh. Oeh, dat ziet lekker uit. Where is the dog? It's in your stomach, eh? What? Nee, ijskoning, nee! En ik weet even niet meer wie jij bent. Nee, Jake! Oh boy, Finn is gone crazy. What the fuck, man? Nee, ik dacht dat ik trouwens de ijskoning was, maar kennelijk ben ik dat niet. Oh fuck, oké. Okay. Doe de fencing. What the heck, man? What the heck? Oh, what the fuck? What? You died? Godverdomme. Nou, goed. Oh my god, we kunnen ook gewoon sprinten in de fans. Bro, ik zie echt totaal niet waar ik heen ga. Waar de fuck kom jij vandaan? What the fuck? Deze game is echt een random verwoorden, ik zweer het. Ik heb, ben trouwens ook al gekomen dat deze creator ook meerdere horror games gemaakt van SpongeBob en shit. Maar wij gaan gewoon hierheen, oké, okay, dan gaan we naar rechts toe. Ja, links. Alright, we're doing it, boys. Yeah, ren voor je leven! Go, links! Oh, nee! Go. Rechts. En dan nu links. Ja, we gaan goed zo. Ja, helemaal prima. Oké. Ja. En dan weer naar rechts. Jij gaat mij niet pakken deze keer. Nee. Druk op die knop. Haha, loser. Oh. Hey, you stupid. Take out of the box the thing that Dido is happy to have. What the fuck should I know? Wc-papier, I guess? Oh. Wc-papier. Uh-oh. Was het de juiste beslissing? Oh. Hey, you stupid deal. Lost the princess of... god. Chewing gum, toch? Was dat... Beerses bubblegum, toch? Aha. Yeah. What is the best Dido food? Meat. Nou, ik denk dat het meat is, hoor. Ik weet het niet zeker. Oh, ik heb het toch goed. Wat ben ik toch pro? Which instrument does Dido play? Godverdomme, wat was dat ook? Was dat niet een fluit? Voor mij speelde hij toch een fluit? Wat heck? What's Dido's purpose in life? Scare and kill people or kill anyone for toilet paper or help anyone in need? Kill anyone for toilet paper. Killed my best friend. I have no use without my dumb friend. What the fuck is dit dan ook? Maar kom maar bomb games. Ja mensen, ja deze games moet je niet te serieus nemen. Ja, ik heb me wel vermaakt hiermee. Nou mensen, dit is de fair time. Wil je dit spel zelf spelen? Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Zodat je het spel ook zelf kan spelen. Ja, ik bedank je voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Dus like deze video, abonneer mijn kanaal als je het niet hebt gedaan, laat een comment achter, druk op het belletje om op de hoogte te blijven. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen mensen, en dat is adios!